Het thema van aflevering 5 is: help, ik begrijp mezelf niet. Om je gedrag te kunnen veranderen, is het heel belangrijk dat je eerst weet wat de wortel is van je gedrag. Aan de hand van Gods woord gaan we kijken naar de inzichten die erin staan over jezelf echt leren kennen. De oplettende kijker heeft misschien gezien dat er tussen deze aflevering en de vorige aflevering een verschil zit. De vorige aflevering zaten we nog in onze hemdjes en in onze zomerkleding en vandaag hebben we wat warmere kleren aangetrokken. Want er zit een seizoen tussen de vorige aflevering, de opname daarvan, en tussen vandaag. En waar ligt dat aan? Vraagt u zich misschien af. Nou, het komt, ik ben er een tijdje tussenuit geweest. Ik heb een les geleerd en die wil ik graag met jullie delen. Een zusje van mij is stewardess. En zij heeft mij een les geleerd. Zij heeft ooit gezegd tegen mij, bij een noodlanding in het vliegtuig moet je eerst het zuurstofkapje op jezelf zetten voordat je het op een ander kan zetten. En eerst moet je zelf soms tot rust komen. En dat heb ik gedaan. De afgelopen periode heb ik aan het zuurstof gezeten. Niet letterlijk, maar wel geestelijk. Om even een rust te nemen, een adempauze te nemen. Om er weer tegenaan te kunnen gaan. Dus ik wil jullie vandaag meenemen naar een hele nieuwe aflevering. En de nieuwe aflevering van vandaag heet: help, ik begrijp mezelf niet. En misschien zitten jullie hier, een heel nieuw publiek vandaag. En denken jullie ook: help, wie ben ik nou eigenlijk? Ik begrijp mezelf niet. Jezelf leren kennen, daar doen we soms een leven lang over. En weet je wat het mooie is? Bij onze geboorte krijgen we geen gebruiksaanwijzing mee van wie zijn we, hoe werkt alles in het leven. We komen erachter. Maar hoe kom je erachter? Door jezelf echt te willen leren kennen, moet je bij je schepper zijn. Want hij kent jou als geen ander. Hij heeft je gemaakt en hem behoor je toe. En als ik even jullie mee wil nemen naar Psalm 139, dan lees ik iets voor waarin staat dat hij ons kent. Er staat in Psalm 139 staat dit: Heer, u doorgrondt en u kent mij. U kent mij. En kennen, iemand echt kennen, doe je pas als je tijd met iemand doorbrengt. Dan leer je iemand echt kennen. Als je je hart met iemand deelt, dan leer je iemand kennen. Weet je, ik ken koningin Maxima. Maar koningin Maxima kent mij niet. Want ik maak geen tijd met haar door. Ik breng geen tijd met haar door. En ik maak haar niet mee in het dagelijkse leven. Maar ik ken haar oppervlakkig. En zo vaak is ons kennen oppervlakkig. Alleen aan de oppervlakte en niet in de diepte. Weet je wat er staat? Dat Vader God en dat Jezus ons kent. Er staat in Johannes 10 dat de goede herder kent zijn schapen. En zijn goede schapen en zijn schapen kennen de goede herder. He, er is een kennen, een wederkerige relatie. En op het moment dat je iemand kent, ga je hem ook herkennen. He, zijn stem herkennen in je leven. Hier staat in Psalm 139, Heere, u doorgrondt en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U verstaat zelfs van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Dit is een goede herder. Dit is een vader die ons echt kent. En die ons ook wil, onszelf wil doen leren kennen. Er staat even later in Psalm 139. Want u hebt mijn nieren gevormd. En u hebt mij in de schoot van mijn moeder geweven. Je bent een kostbaar weefwerk. En hij weet wat hij heeft gedaan. Hij heeft jou gewoven. Hij heeft draad voor draad, kleur voor kleur, eigenschappen, kwaliteiten, dromen, verwachtingen. Hij heeft alles meegeweven. Hij heeft je gemaakt tot wie hij wilde dat je zou zijn. En weet je, we zijn gevormd niet alleen door de vader in de moederschoot, maar we zijn ook gevormd door de ervaringen die we hebben meegemaakt. Door de belevenissen die we hebben meegemaakt. En het zijn niet alleen maar de mooie momenten die ons gevormd hebben. Misschien ken je die quote wel. Sterke vrouwen worden niet geboren, maar zij worden gevormd door wat ze meemaken. En zo zijn wij gevormd door waar we doorheen zijn gegaan. Het is een nurture en een nature. Kijk, God heeft ons bedacht en hij heeft een uniek plan met ons leven. Maar we gaan ook door dingen heen en dan worden we gevoed door wat er om ons heen gebeurt. Niet alleen de positieve ervaringen hebben ons gevoed,
maar ook de negatieve ervaringen. En hoe kunnen die ons hebben gevormd? Doordat we elke keer weer een keuze mogen maken. Hoe ga ik met deze ervaring om? Hoe ga ik met ditgene om waar ik mee te maken heb in mijn leven? Hier staat, ik loof u, omdat ik zo wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verstopt toen ik in het verborgene gemaakt werd. Gewrocht in de diepte van het aardrijk. En dan staat er, uw ogen zagen mijn vormeloos begin. En ik heb iets meegenomen. En het is iets heel kleins. Het zit hier ook in deze pot, maar ik heb er ook alvast eentje uitgehaald. En kijk eens, wat zie je hier? Roep maar, wat zien jullie? Een zaadje. En wat voor zaadje zie je? Een mosterdzaadje. Nee, hij is iets groter dan een mosterdzaadje. Een zonnebloemzaadje. En hoe ziet het eruit? Klein. Welke kleur heeft het? Zwart met wit. Weet je, het is een klein, nietig iets. Een zaadje. Het is klein. En dan staat er gewoon simpelweg, uw ogen zien mijn vormeloos begin. Weet je, we zijn allemaal afkomstig uit zo'n klein, nietig zaadje. Maar weet je hoe zijn ogen kijken? Zijn ogen zien ons vormeloos begin. Iets wat nog door ontwikkeling heen moet gaan om te worden wie je bent. Maar zijn ogen zien verder dan dit buitenkantje. Want wat hebben we net gedaan? We hebben alleen het schilletje beschreven. Alleen het buitenkantje beschreven. En zijn ogen kijken dwars door de schilletjes heen, door onze buitenkantjes heen. En hij zegt, ik zie wat jij nog niet ziet. Ik zie hier in dat zaadje, zie ik een prachtige kleur. Ik zie in dat zaadje, daar zie ik potentieel liggen. Daar zie ik vermenigvuldiging weer in. Denk maar aan zo'n mooie gele zonnebloem. Daar zie ik een krachtige stengel. Daar zie ik schoonheid en kleur. Zo kijkt hij ook naar ons leven. Misschien voelen we ons die grijze muis. Klein, nietig en denken we, ja, zo vaak word ik afgerekend op mijn schilletje. Maar weet je, Vader God kent ons. Hij weet al wie je gaat worden. En hij weet al welke kleur er zichtbaar gaat worden in jouw leven. En hij zegt, en mijn ogen zien jou. En ik ken jou. En ik zie jouw vormeloos begin. Maar ik zie verder. Ik zie al die schoonheid die in jou zit. En ik wil dat je tot bloei gaat komen. Dat je helemaal gaat worden wie je bent. En je kunt niemand anders worden dan die hij bedacht heeft dat je zal worden. Zo vaak verlangen we ernaar dat er iets anders uit ons tevoorschijn komt dan wat erin zit. Terwijl God zegt, nee, vergelijk je nou niet met die ander. En vergelijk je niet met die mooie bloem en met die bloem. Want ik heb jou uniek gemaakt met je eigen kleur, met je eigen persoonlijkheid, met je eigen kracht en je eigen waardigheid. Wat ik zo mooi vind, als ik kijk in de Bijbel, er staat er iets heel moois over de vrouw in Hooglied. Daar staat dit in Hooglied 6. Staat er, meisjes zien haar en prijzen haar gelukkig. Maar wie is zij? Dan kom je weer bij diezelfde vraag. Help, ik begrijp mezelf niet. Wie ben ik? Hoe vaak denken we wel niet na over die vraag. Wie ben ik eigenlijk ten diepste? Want ik ben niet wat ik doe. En ik ben niet wat ik allemaal kan. En ik ben niet wat ik allemaal heb. Maar ik ben wie hij zegt dat ik ben. En wie ben ik dan? En hier staat in Hooglied 6, wie is zij? En er staat erachter, die opgaat als de dageraad. Met andere woorden, die door die nacht heen breekt. En die iets nieuws tevoorschijn ziet komen. Wie is zij? Ze is schoon als de blanke maan. Zuiver als de maan. En wie is zij? Ze is stralend als de gloeiende zon. En ze is geducht. Ze is krachtig en sterk als de krijgscharen, als een leger. En dan staat er in vers 12, staat er, ik kende mijzelf niet. Zo vaak blijven we hier hangen. We weten niet dat dit alles in ons zit. Krachtig, sterk, schoon, zuiver. Alles zit al in onze oorsprong aanwezig. Maar we zien het zo vaak niet. Omdat we onszelf afrekenen op een schilletje, op het buitenkantje. En omdat we onszelf vaak afstraffen op wat we allemaal niet zijn. En dat houden we onszelf voor ogen. Terwijl God zegt, ik zie veel verder. En dan staat er, ik kende mijzelf niet. Ik weet nog niet eens, ik ben nog niet eens bewust van wie ik ben. Ik ben nog niet eens bewust van het potentieel wat ik allemaal in me draag. Maar, staat erachter, gij hebt mij
op een vorstelijke wagen geplaatst. Op een koninklijk rijtuig. Met andere woorden, ik heb koningschap in je gelegd. Je bent bedoeld om als een koningsdochter te regeren. Om je plek te ownen. Om datgene te pakken wat God je heeft gegeven. Het terrein te pakken. En te gaan regeren met hem. Zo heeft hij je bedoeld, ook al ben je er nog niet eens van bewust. En ook al is het zelfbeeld nog vaag. En ook al ben je niet eens van bewust wie je werkelijk bent. En als je dit gaat geloven, dan ga je tot bloei komen van binnen. En het programma heet Van Binnenuit. En dan zal het van buiten aan je te zien zijn. Want deze vrouw in Hooglied is het gaan geloven. En wat staat er in een volgend hoofdstuk? Staat dit. Hoe schoon zijn je schreden? Je stappen die je zet in je sandalen, o vorstendochter. Weet je, dan ga je wandelen als een koningsdochter. Als jij beseft wie je bent. En hoe weet je wie je bent? Door zijn woord te gaan lezen. Je identiteit geeft je autoriteit. Als je gaat geloven dat hij je niet langer ziet als dat nietige, kleine, zwarte, grijze muisje, dat zaadje, dat kleine wat je zo, wow, dat ben je zo weer kwijt en... Maar als je gaat geloven, wacht, in mij zit potentieel. In mij zit kracht. In mij zit zoveel meer. God heeft iets in mij gelegd. Dan ga je ernaar op zoek. En we zullen hem kennen. En we zullen zijn stem ook gaan herkennen. Want als je tijd met hem doorbrengt, ga je zijn stem herkennen. Dus in zijn woord staat wie we zijn. Dus lees zijn woord en eigen het je toe. Accepteer hoe God naar je kijkt. En elke leugen die je in je gedachten hebt, ja, dat geldt voor iedereen, maar niet voor mij. Plaats daar de waarheid tegenover. Wat God zegt in zijn woord, wie jij bent. Hij kent jou, hij heeft je mooi gemaakt. En je kunt niemand anders worden dan jezelf. Ik heb zo vaak geprobeerd om mijn man te veranderen. We zijn 25 jaar getrouwd, gelukkig getrouwd. En ik heb zo mijn best gedaan om hem in die 25 jaar te veranderen. Totdat ik op een gegeven moment op het punt kwam, accepteer hem zoals hij is. Want hij is zoals ik heb gewild dat hij zou zijn. En ik hoef hem niet te veranderen. Want hij mag zijn, worden wie God bedoeld heeft dat hij zou zijn. Zo vaak willen we onszelf veranderen. Ja, je mag groeien en je mag bloeien, maar je mag gaan worden wie jij bent. Weet je, als je niet weet wie je bent, is er ook een heel mooi hulpmiddel om een persoonlijkheidsprofiel te gaan doen. Ze noemen het wel een persoonlijkheidstest. Maar het woord test vind ik alweer gelijk een ranking van... dus het is goed als je dit bent en fout als je dat bent. En ik geloof daar niet in, want ik geloof dat God zegt... je bent zeer goed, maar je mag gaan ontdekken wie je bent. En uit zo'n persoonlijkheidsprofiel komt dat we allemaal anders zijn. Zo vaak heb ik gedacht dat we allemaal hetzelfde denken. Maar onze manier van communiceren is anders. Onze manier van ons karakter is anders. Daar waar de een introvert is en in zijn binnenwereld zit, is de andere extravert. En daar waar de een relatiegericht is, is de ander misschien heel erg doelgericht. En weet je, alles is goed, want jij mag worden wie God heeft bedoeld dat je zou zijn. Als ik verlang dat er uit een appelpit een perenboom groeit, dan ben ik verkeerd bezig. En daarom mogen we op zoek gaan, wat zit er in mij? Zodat we werkelijk mogen gaan ontdekken, God, ik wil ten volle tot bloei komen zoals u me bedoeld hebt dat ik zou zijn. Niet iemand anders, maar zoals God je bedoeld heeft dat je zou zijn. En dan gaan we niet alleen onszelf leren kennen, maar dan zijn we ook bereid om de ander te leren kennen. Want als ik mezelf nog niet eens kan verstaan en begrijpen, hoe kan ik dan een ander verstaan en begrijpen? En stop ermee om elkaar te labelen. Stop ermee om onszelf te vergelijken met die ander. Stop ermee om ons te gaan concurreren met elkaar. Stop ermee om jaloers te zijn op die ander. Want je ziet niet eens wat God jou heeft toevertrouwd. En dat je zo mooi bent. Hij zegt in Hooglied, je bent mooi, mijn geliefde. Je bent zo mooi. En kom maar tevoorschijn. Ik wil je in het licht brengen om je te laten zien aan de mensen om je heen. Om je te laten zien, dit is mijn dochter. Zodat je helemaal mag uitstappen in datgene wat God je heeft toevertrouwd. En letterlijk staat hier, hoe schoon, hoe mooi is jouw wandel in je sandalen, o vorstendochter. Met andere woorden, als je gaat beseffen wie je bent, als je van binnen tot bloei bent, dan durf je uit te stappen. En dan durf je stappen te nemen en terreinen erbij te pakken waar je misschien nog niet eerder geweest bent.
We gaan kijken ook naar een heel mooi getuigenis van Annette. Fijn dat je er bent, Annette. En we gaan kijken, jij was ook een fase in jouw leven dat je jezelf niet begreep en dat je niet wist wie jij was. Ja, maar we gaan het horen in je getuigenis, want je bent erachter gekomen wie jij mag zijn in Christus. Dus kijken jullie mee? Ik ben opgegroeid in een wat traditionele baptistengemeente. Ik ben ook later tot geloof gekomen, 36 jaar, en ik kom uit de katholieke kerk. Ik ben met mijn man op reis geweest naar het land Albanië en daar hebben we een voorgangers-echtpaar leren kennen. Vlak nadat Albanië openging zijn wij bij hun op bezoek geweest en hun hadden al satelliet-tv. Maar wat stond nou altijd op? Joyce Meyer. En daar was ik echt zo geïntrigeerd naar aan het luisteren, want wat ze zei raakte mij gewoon heel erg diep. En het voorgangers-echtpaar dat was ook heel erg bezig met de Heilige Geest en daar snapte ik ook eigenlijk niet veel van. Dus wat ik gedaan heb is een heel jaar lang, iedere dag, die filmpjes luisteren en kijken en alles maar opschrijven en opschrijven. En dat deed mij heel erg veel, want ik zat zelf heel erg op slot, omdat ik niet goed wist wie ik was. Ik ben een creatief iemand en in mijn omgeving waren best wel veel zakenmensen. En dat botst heel erg, want mijn manier van denken is dan vaak anders. En ik was heel erg op zoek van, ja, wie ben ik dan nu eigenlijk? Wie mag ik zijn? Ik zei dat ook heel vaak, van, maar wie mag ik zijn? En vooral het eerste boek wat ik las, dat was het boek Strijd in je Denken. En dat kwam echt als een bom binnen. Er was weer een item in dat mij erg triggerde, wat mij ook weer aan het denken heeft gezet, wat mij ook wat meer inzicht heeft gegeven in hoe dat ik in mijn gezin opgegroeid ben en wat de achtergrond was waarom dat ik handelde zoals ik was. En ik kwam eigenlijk door te bestuderen hoe zij tegen emotionele problemen aankeek, dat het lag in het verleden van afwijzing in de familie en ik kon het terugvoeren in 4 generaties. Dat 4 generaties patronen doorgegeven zijn van afwijzing en dat we daardoor patronen geleerd hadden hoe dat wij reageerden op bepaalde problemen, hoe dat we emotioneel onszelf uiten en ja, door daarmee bezig te zijn en daarmee af te rekenen natuurlijk ook dit boek van Joyce Meyer, Schoonheid voor As, dat heeft mij ook geholpen om te ontdekken wie ik ben en hoe ik mag zijn. Het heeft me rust gegeven. Het is mooi dat je leest vanuit de praktijk, zoals Joyce haar eigen leven tentoonstelt en haar pijn en haar moeite laat zien, maar ook de genezingsstappen die zij ervaren heeft. En zij heeft het dus allemaal zelf moeten ondervinden, ze heeft het met God gedaan. Maar wij mogen een kortere weg gaan omdat wij kunnen leren van haar ervaringen. Ik vind het ook wonderlijk hoe dat ik bij haar uitgekomen ben om naar een vreemd land te gaan. En dan daar Joyce Meyer op tv te zien en dat mij dat zo'n ontwikkeling heeft gegeven. De sleutel waarom ik dit allemaal vertel is dat wij onbewust kunnen lijden aan allerlei gedragingen, patronen die overgeleverd zijn vanuit jouw familie, vanuit jouw gezin. En dat zorgt ervoor dat je niet in het doel komt waar God jou wil hebben. Dat het zo belangrijk is dat we gaan ontdekken. En als je dat zelf niet kan, dat je hulp gaat zoeken bij mensen die jou kunnen helpen om te zien waar je beschadigingen in je leven hebt opgelopen. En dan wil ik zeggen dat de boeken van Joyce Meyer daar een uitstekend hulpmiddel bij zijn. Als je niet in de gelegenheid bent om goede hulp te zoeken, dat je daar een heleboel van kan leren. Want eigenlijk heb ik het zo zelf ook gedaan. En het heeft mij heel veel gebracht. Het heeft mij heel veel genezing en verandering gebracht. Mooi, Annette, wat je vertelde. Je bent eigenlijk God gaan ontmoeten, dwars door het onderwijs van Joyce heen, heb je verteld. He, je hebt daar sleutels uitgehaald. En wat ik heel mooi treffend vond, is dat je zei, het bracht me rust. Dus weten wie je bent gaat ook rust geven. Want je gaat berusten in het feit dat je weet wat God over je zegt, wie jij mag zijn. He, en dat je het niet meer zelf hoeft te verdienen. He, dat je het niet kunt verspelen. Zijn liefde kun je niet verspelen.
Maar dat je mag weten, ik ben uniek en ik mag zijn wie ik ben. En dat geeft ook rust. Want dan hoef je niet meer je te gedragen zoals een ander wil dat je je gedraagt. En dank je wel voor je delen van het getuigenis. En ik geloof ook echt dat het voor ons allemaal geldt dat we op zoek mogen gaan. In de eerste plaats van in de Bijbel. Wie zegt God dat ik ben? Wie zegt Hij dat ik ben? En van daaruit ook op zoek mag gaan van, als Hij me dan een terrein heeft gegeven, dan mag ik dat terrein ook gaan innemen en gaan toe-eigenen. Ik zat even te denken aan, als je het vergelijkt, jouw leven, kun je dat vergelijken met een huis. Een huis bestaat uit meerdere lagen. Uit zolders, uit kamers en uit kelders. En heel vaak zijn we eigenaar wel van de kamers. Maar zijn we ook de eigenaars van de kelders, van de verborgenheden nog in ons. En die verborgenheden, denken we vaak, daar liggen dingen opgeslagen. Daar kunnen schatten liggen opgeslagen, maar ook herinneringen. Ook pijnlijke ervaringen kunnen in die kelders liggen opgeslagen. En doordat we er niet vaak komen, hoeft het niet te betekenen dat het er niet is. We hebben ook zolders. Ik zeg het altijd maar, de ontmoetingen. Hoe hoger je klimt, er staat ergens heel mooi in de Bijbel, klim hierheen op. Dat zijn de plekken waar je gewoon in je binnenkamer kunt zijn. En waar je kan vragen aan God, Heer, wilt u me dingen laten zien? Wilt u me openbaringen gaan geven? Dat is in die zolders. Maar we mogen het hele huis gaan toe-eigenen. En zo vaak hebben we eigendommen niet meer in ons bezit. Er is een verschil tussen eigendom en bezit. En misschien heb ik het al een keer eerder verteld, maar ik heb het een keer geleerd van mijn zoon dat hij tegen me zei, mam, weet je dat er een verschil is tussen eigendom en bezit? Onze zoon studeert voor advocaat, hij wil graag een goede advocaat worden. En hij leerde me, ja, er zit verschil tussen eigendom en bezit. Want hij zegt, niet elk eigendom hoeft in jouw bezit te zijn. Ik zei, hé, hoe werkt dat dan? Hij zei, ik leg het je uit, mam. Hij zegt, stel je voor dat jij als eigendom hebt een nieuwe fiets. En die nieuwe fiets heb je gekocht en betaald met je geld. Dan krijg je daar een kassabon van. En dan is die fiets jouw eigendom en het is in jouw bezit. Maar stel dat je 's avonds die fiets buiten laat staan. En stel je voor dat iemand 's avonds naar buiten kijkt en een glimmende fiets onder de lantaarnpaal ziet staan. En die pakt die fiets op en die neemt hem mee. En op dat moment is jouw eigendom in haar bezit. En ze zet hem in haar schuurtje. Dan zit jouw bezit in haar schuurtje. En is het opeens haar eigendom geworden. Maar, zegt hij, mam, weet je dat je een kassabon hebt van jouw fiets? En dat is jouw eigendomsrecht. Wat betekent dat je ten alle tijde mag terugeisen de eigendommen die niet meer in je bezit zijn. En heel vaak vergeten we dit stukje. Heel vaak laten we onze eigendommen in het bezit van de vijand. Hij kan vreugde roven. Hij kan genezing roven. Hij kan je kind zijn hebben geroofd. Je vrouw zijn hebben geroofd. En we hebben het niet eens meer in de gaten dat het niet meer in ons bezit is. Maar omdat we een eigendomsrecht hebben. En wat is dat eigendomsrecht? Dat is het bloed van Jezus, het offer van Jezus. Dat zegt ten alle tijden mag je door het bloed van Jezus terugeisen alles wat niet meer in jouw bezit is. Alles wat jouw eigendom is, wat God je heeft toevertrouwd, maar wat niet meer in je bezit is. En je mag het terugpakken. Je mag het terugpakken in de naam van Jezus. Weet je, zoveel dingen die niet meer in ons bezit zijn, uit ons huis. Misschien zeg je wel, ik ben dit kwijtgeraakt. Het zaad. Het zaad. De kracht is nooit verloren gegaan uit het zaad. Ik zag ooit een mooie documentaire over iemand die in een piramide zaad terugvond van 2000 jaar oud. En die haalde dat zaad uit een pot. Hij haalde het tevoorschijn. En hij zaaide het zaad opnieuw. En weet je wat er gebeurde? Het zaad kwam op. Zelfs al was het 2000 jaar oud. Zo kan in jouw kelders kunnen er verlangens, dromen, beloftes, roepingen, bestemmingen van alles opgepot liggen. Waarvan je niet eens meer weet dat het in je bezit is. Waarvan je misschien denkt dat het niet meer in je bezit is en dat het geroofd is. Maar je mag het terugnemen. En je mag die eigendommen weer terug in je bezit nemen. En het opnieuw gaan zaaien.
Kijk eens naar je eigen leven. Zijn er misschien nog dingen die er ontbreken in je leven? Zijn er misschien dingen geroofd, waardoor je niet meer ten volle weet wie jij bent? Waardoor je niet meer ten volle ziet wie je bent? Ik zou heel graag voor jullie willen bidden. Vind je dat goed? Dat ik gewoon ga bidden dat we weer de eigendommen terugpakken in ons bezit, zoals God het heeft bedoeld. Ja? Liefdevolle Vader, ik wil u zo danken voor een ieder die hier zit, maar ook voor een ieder die kijkt. Heer, misschien heeft ons vandaag iets geraakt. Misschien zitten we hier en zeggen we, ik weet niet eens meer wie ik ben. Ik ben mezelf kwijtgeraakt. Ik ben zo ver bij mijn hart vandaan geraakt. Ik ben zo hard gaan werken voor u of voor andere mensen, waardoor ik niet eens meer weet wie ik ben. Heer, en dat dank ik u wel, dat u ons weet te vinden, dat u ons opziet en dat u opzoekt op de plek waar we zijn en dat u zegt, maar ik ken jou en mijn ogen zien jou. Ik zie jou zitten. Heer, dank u wel dat uw ogen ook alle schatten zien zitten in ons leven. Al het zaad wat misschien is opgepot. Alles waarvan we niet eens meer weten dat we het hebben. Heer, en dat u het gewoon gaat wakker maken. Dat u het doet ontwaken. En dat u alles gewoon weer in ons tevoorschijn wil halen. U wil weer bloei geven in ons leven. En ik bid, Heer, dat elke vrouw die kijkt en elke vrouw die hier zit, ook weer die bloei mag gaan ervaren. Dat we diep van binnen mogen weten, dit zegt God over mij. Dat ik een koningsdochter ben. En elke leugen die ik heb geloofd dat ik waardeloos ben. Elke leugen die ik heb gepakt dat ik dacht van ik ben mezelf kwijt en ik weet het niet eens meer. Wat doet mijn leven ertoe? Die wil ik op dit moment ontkrachten over jouw leven. In de naam van Jezus. En ik wil de waarheid er tegenover plaatsen. De waarheid dat je een geliefde dochter bent van de Allerhoogste. Dat je een geliefd kind bent van de Allerhoogste. Dat Hij je koninklijk heeft gemaakt. En dat je ook mag regeren over alle fases in je leven. Over je zolders, over je kelders en over je kamers. En Heer, ik bid op dit moment, Heer, daar waar we eigendommen zijn kwijtgeraakt, waar onze vreugd is geroofd, waar ons vrouw zijn is geroofd, waar ons herstel is geroofd, ons heil is geroofd, onze genezing is geroofd, waar onze gezondheid is geroofd, daar bid ik, Heer, dat we terug zullen pakken in de naam van Jezus en dat we zullen zeggen, maar we hebben een eigendomsrecht, dat is het bloed van Jezus. En in de naam van Jezus mogen we vrijmoedig terugeisen alles wat ons toebehoort. En zo willen we ook zeggen vandaag dat alles wat we kwijt zijn geraakt, dat u het gaat vergoeden en zelfs gaat verdubbelen. Heer, elk tekort kunt u aanvullen in onze ziel, in onze geest en in ons lichaam. En zo vertrouwen we u onszelf toe. Dank u wel. U kent ons en wilt u ons helpen om onszelf te leren kennen en om naar onszelf te kijken zoals u naar ons kijkt. In Jezus' naam. Amen. En het zit er alweer op, deze aflevering van Binnenuit. Ik hoop dat jullie volgende week weer meekijken naar een hele nieuwe aflevering. Tot dan. Toen Jezus een man sprak die al 38 jaar ziek was en heel graag genezen wilde worden, vroeg hij hem of hij gezond wilde worden. Dit staat in Johannes 5. Dat lijkt een rare vraag waar geen compassie uitspreekt, maar dat is niet zo. Ergens naar verlangen kost geen echte inspanning, maar om het te verkrijgen moeten er vele obstakels overwonnen worden. Zonder inspanning of vastberadenheid is er nog nooit iets waardevols verkregen. Als je dus van binnen verwond bent en je naar genezing verlangt, dan moet ik je vragen of je echt gezond wilt worden. Want hoe lang of hoe pijnlijk je weg naar genezing ook zal zijn, het zal uiteindelijk de blijdschap over je vrijheid waard zijn. God staat klaar om je te helpen. Ben jij er klaar voor om te genezen?